We kregen een aantal maanden geleden een tip en dat het een van de beste, misschien wel het grootste talent van Polen zou zijn. Nou, Polen heeft in ieder geval een reputatie hoog te houden met wat betreft hele goede keepers opleiden. En we hebben hem op stage laten komen, twee keer zelfs. Een aantal weken is hij hier geweest, heeft hij getraind, heeft hij wedstrijden gespeeld en iedereen op Varkenoord. Alle jeugdtrainers en keeperstrainers en onder leiding van Stanley Bracht, die waren zeer overtuigd van de kwaliteiten van Kamil. Powiem tak, słyszałem o dużym zainteresowaniu mną w sierpniu. W lipcu byłem we Francji. Bardzo mi się tam podobało, lecz nie dogadaliśmy się odnośnie kontraktu. Trafiłem do Feyenoordu. Powiem tak, z mojej perspektywy wyglądało to lepiej niż we Francji, więc po prostu wybrałem Feyenoord, tak można powiedzieć. Hij woont hier tegenover de Kuip. Daar woont hij in een appartement met een aantal andere jongens. Het vervoer is geregeld, de school is geregeld. Hij gaat naar school. Hij wordt daar speciaal begeleid. Er zit een speciaal programma uiteraard op om hem te ontwikkelen als keeper. Dus het totaalpakket is geregeld binnen Feyenoord. Het is ook een hele serieuze jongen die zowel op school zijn allerbeste beentje voorzet, maar ook bij ons in de opleiding, zeg maar. Dus hij maakt al zijn stappen, dus het acclimatiseren heeft hij eigenlijk al half achter de rug. En nu gaat hij zijn wedstrijden spelen en we moeten hem ook alle ruimte en alle tijd geven om zich te ontwikkelen. Maar we hebben daar wel een goed gevoel bij. Stawiałem sobie taki jako główny cel trafić do pierwszej drużyny, co oczywiście będzie bardzo trudne, bo jest naprawdę tutaj znajdują się świetni piłkarze, ale myślę, że z czasem będę poprawiał swoje umiejętności, z czym mogę trafić do pierwszej drużyny.